En Suriname steekt Oekraïne een hart onder de riem in deze moeilijke tijd waarin het zich bevindt. Tijdens een steunbetuiging aan Oekraïne afgelopen zaterdagavond in de ballroom van Torarica hebben enkele Surinamers stilgestaan bij de relatie met Oekraïne. Ook zijn informatiefilmpjes vertoond over de huidige situatie en de eeuwenoude cultuur van Oekraïne. Het publiek werd ook verrast met een live drama optreden. De initiatiefnemer van de avond, Kimberly Brandon, zegt dat de band die Oekraïne probeerde te creëren met Suriname eerder om financiële redenen niet van de grond kwam. Nu is die band er wel en heeft een diepere achtergrond. De initiatiefnemer legt uit dat het de bedoeling is dat de president invulling geeft aan de nieuwe band tussen de landen. De interesse van Oekraïne gaat zo ver dat het boek Wij slaven van Suriname van Anton de Kom is vertaald in het Oekraïens. Ook een Sranantongo woordenboek is vertaald, vertelt Brandon.